Helemaal, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Op dit moment ben ik ruim 34 weken zwanger en ik heb een hele spannende week achter de rug. Want ik ben op controle geweest en dat bleek allemaal, daar ging het niet helemaal lekker. De hartslag van de baby was wat laag, dus daar heb ik voor aan het CTG gelegen. En ik heb een extra groeiecho gekregen. En daar blijkt ze ook weer wat verder te stagneren in de groei. Dus dat gaan jullie deze week zien in de vlog. En wat jullie ook gaan zien is dat ik wat do-it-yourself dingetjes heb gedaan. Dus ik heb zelf een babynestje gemaakt en wat dingetjes afgerond, zeg maar, vast voor de baby. Want ja, ze mag bijna komen. En nou, daar ga ik jullie bij meenemen. Ook nog even laten zien dat de buik er is. Ruim 34 weken. Wordt al wel wat, maar geen hele grote buik. Dan moet ik wel zeggen dat ik bijna wel ook geen super grote buik had. Dus nou ja, op zich is dat niet zo erg. Ik stond dus laatst al de hele tijd stil qua aankomen. En nu was ik deze week ook wat afgevallen. Dus ik moet meer tussendoortjes gaan eten, want afvallen is dan niet de bedoeling. Wat ik wel wat lastig vind, want ik heb gewoon geen honger omdat zij gewoon nog hoog ligt. Ze ligt nog steeds niet ingedaald. En dan als ik wat heb gegeten, dan heb ik weer last van maagzuur of dan ben ik niet lekker. Dus nou, dat is nog een beetje lastig. Maar goed, we gaan ons best doen. Nou, gisteren dus de standaard controle gehad bij de gynaecoloog. Bloeddruk was goed, maar het hartje van de baby gingen ze luisteren. En die dipte dus naar 105 per minuut. En dat moet normaal tussen de 110 en 150 zitten. Op zich is 105 dan niet gelijk een drama als de basislijn van de baby. Dus de normale hartslag van de baby op de 110 zit. Maar ik moest dus wel aan het CTG. Maar nou ja, ik word in ieder geval goed in de gaten gehouden. Maar het zorgt wel weer even voor wat stress. Weer aan het CTG. De slag van de baby was te laag. Dus nu even een half uurtje controle. Ik heb een uur aan het CTG gelegen. In eerste instantie was het niet zo heel goed. Want het dipte dus ook wel naar de 90 en zo. Dus dat was wel raar. Maar daarna was het een prima CTG en bleef ze gewoon netjes. Waar het aan ligt weet ze eigenlijk niet. Dus nou ja, ik krijg vrijdag weer een echo. Gaan ze toch nog even kijken naar de groei. Omdat ze dus van die P75 naar die P29 is gegaan. Dat willen ze toch wel continueren. En dan nou ja, gaan we het maar weer even aankijken. Ik kreeg wel het advies mee om, als ik ook maar enigszins het idee heb dat ze minder beweegt, gelijk te bellen. Dus ja, dat gaan we dan maar doen. Maar tot nu toe beweegt ze volgens mij hetzelfde. Nou, ik ben net terug van de extra groeiecho en de groei lijkt toch weer wat verder gestagneerd. Ze zit nu op de P17-lijn, totdat ze begon met 30 weken op P75, toen met 32 weken op P29 en nu dus op P17. Ik sprak net de verpleegkundige even en nou ja, de baby beweegt ook anders. Ja, ik had dat eigenlijk een beetje geduid aan het feit dat ik gewoon wat verder in de zwangerschap ben. En dat ze dus wat minder ruimte heeft. Dat ze de afgelopen dagen daarom anders beweegt. Maar goed, ze vond het wel goed om even langs te komen dan voor de CTG. En dan word ik gelijk op het extra spreekuur gezet. En dan heb ik weer afspraak dus met de gynaecoloog om dan alle uitslagen te bekijken. Ja, ik vind het toch wel spannend. Ik vind het toch wel raar dat ze dan steeds verder, zeg maar, stagneert in de groei. En ja, ik weet het niet zo goed. Ik word er wel een beetje zenuwachtig van. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte. Zo, tijd om te beginnen aan een babynestje. Ik heb het papier op elkaar geplakt. En dan ga ik nu dus eerst het patroon uittekenen. En dan dadelijk alles aan elkaar zetten. Ik zal een klein beetje laten zien hoe het gaat. En het eindresultaat natuurlijk. Ik heb het afgetekend en nu knip ik de stof dus uit. Ik heb de stof dubbel gevouwen, zodat ik maar gewoon aan één kant hoef te tekenen. Je moet wel aftekenen op de binnenkant, zeg maar. Want anders dan van de stof, anders komt er aan de buitenkant een lijn te staan. Dus dat heb ik afgetekend. Dan knip ik ongeveer een centimeter van de afgetekende stuk. Knip ik het allemaal af. En dan heb ik dus ook aan twee kanten precies gelijke patronen. Speld beide kanten leg je met de goede kant, zeg maar, die buiten moet, naar elkaar toe. En dan speld je hem af aan de binnenkant. Nou, als je dat hebt gedaan, dan keer je de stof weer goed. Dus eigenlijk, zeg maar, buitenste binnen, zeg je dan, denk ik. Dan heb je de band.
Deze baseband die spelt je vast op de naad tussen de twee, waar de twee stoffen zeg maar samenkomen. Dus hier probeer die zo netjes mogelijk vast te spelden. En dan ga je die dus vastnaaien aan beide zijden van de band. De zijkant kan je vullen via hier het gaatje met fiber. Dat heb ik dit keer dus gedaan uit oude kussens. En hier zo zit... ja, ik weet niet eigenlijk zo heel goed hoe het heet. Het is ook een soort fiber, maar het zijn lap. Het is zeg maar een soort lap. Dus die heb ik een paar keer dubbel gevouwen en niet tussen gedaan. Nu moet ik hem alleen nog dicht maken en dan is hij klaar. Dit is het eindresultaat geworden. Nou, ik ben er heel trots op voor een eerste keer een babynestje naaien. Merkje erbij. Dus klaar. Leuke babylakentjes vind ik vaak best wel prijzig. Tenminste, wat ik leuk vind is vaak prijzig. En dat vind ik eigenlijk ook weer zonde van het geld. Want je hebt er best wel wat nodig. Voor als het onderspugen, plassen, poepen, alles. Vorige keer heb ik zelf alle lakentjes genaaid. Dit keer ben ik ietsjes luier. En heb ik dus gewoon de basic lakentjes van de prenatal gekocht. Die goedkoop, die vaak ook in de aanbieding zijn. En die pimp ik dus zelf. Ik heb het er nu op vastgespeld. Een stukje kant en daar heb ik een lichtroze lintje doorheen geregen. Dus dat ga ik zo vastnaaien. En ben je eigenlijk maar heel weinig geld kwijt. Want voor zo'n stukje lint en dat kant betaal je maar een paar euro. Ik denk 3 euro of zo voor een paar meter. Nou, daar kan je zo 4 lakentjes van maken. Dus goedkoper dan dat je ze koopt. Lakentjes zijn af, alleen nog wassen en strijken. 2 roze heb ik gemaakt en eentje met een bordeauxrood lintje voor in de kinderwagen. Met de bordeauxrode kappen. Dit was weer de vlog van deze week. Volgende week komt er ook weer een vlog online van mij. Dus ben je nou benieuwd hoe het verder gaat met de zwangerschap van mij. En wat ik die week ga doen, kijk dan weer. En tot de volgende keer.